Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. In deze video ga ik me klaarmaken voor vakantie. Ik ga mijn nagels doen, ik ga mijn wimpers doen. Ik ga mijn koffer inpakken. Ik ga nog eventjes mijn lichaam reinigen. En ik dacht, ik ga jullie lekker meenemen in mijn 2 dagen voordat ik lekker op vakantie ga. We gaan naar Gran Canaria, dus als je nog tips hebt, laat het weten. Want als deze video online komt, dan zijn we daar 2 dagen al. Dus ik ben heel erg benieuwd naar jullie tips. Veel kijkplezier! Nou, ik heb net echt heerlijk gedoucht. Goede start van de dag. En ik heb helemaal zin in vandaag in deze video. Want ik hou er echt van om me klaar te maken voor vakantie. Want dan voel ik me daarna altijd echt super goed. Oké, ik ga de dag beginnen met zelfbruiner. Misschien vinden mensen dit echt onzin. Maar ik wil gewoon een klein beetje bruin aankomen op vakantie. Dus daarom doe ik dan een heel klein beetje zelfbruiner op. En dan kan dat gewoon intrekken. Ik gebruik altijd deze van Colestar. Ik hoor hier wisselende verhalen over, maar voor mij werkt dit gewoon echt super goed. Dus ik gebruik dit met heel veel liefde. En daarvoor doe ik altijd een klein beetje dagcreme op, want anders word ik echt heel erg oranje. Ik ga dus om 11 uur mijn wimpers laten doen. Het is niet echt heel erg nodig, maar het is wel alweer 2 weken geleden. En voor de vakantie vind ik dat altijd fijn om te doen. Dus dat ga ik straks doen. En ik doe altijd zelf mijn nagels. Nu had ik gisteren de eerste hand al gedaan, gisteravond. En ik dacht, ik ga nu gelijk even de tweede hand doen, want dan is dat maar gebeurd. Nou, als ik toch mijn nagels aan het doen ben, kan mijn haar ondertussen even drogen. En dan doe ik altijd even een beetje Olaplex erin. Er zit volgens mij ook heat protection in. En dat laat ik er altijd eventjes intrekken. En ik gebruik ook altijd deze, die Wow. Die vind ik ook heel fijn. Als je dan straks je haar gaat feunen, dan is je haar echt heel mooi glanzend. Zo, dit gebruik ik altijd voor mijn haar. Dat kan je echt letterlijk overal kopen. Dan ga ik nu even mijn nagels doen en ik laat zien wat ik gebruik. Dit werkt gewoon voor mij fijn. Ik had een keer zo'n starter set gekocht van Pink Gel Lac. Alleen Pink Gel Lac blijft bij mij gewoon niet zo heel goed zitten. Dus ik doe daaronder, doe ik dan 1 laagje Biab. En ik heb dan deze, maar je kan ook een andere Biab gebruiken. Dat doe ik dan onder de lamp 60 seconden. En dan doe ik daar overheen gewoon de kleur die ik wil. Ik ga dus nu deze kleur gebruiken, Happy Pink. Die heb ik dus nu al op deze hand, maar op de andere hand nog niet. En dan er overheen, ik doe deze 2 laagjes. Dus laagje, lamp, laagje. En dan doe ik deze overheen. En ondertussen kijk ik altijd even een YouTube video of zo, want ik vind het altijd heel saai. Maar ik ga deze kant eraf halen. Dit zit er echt al 3 weken op. Het lijkt wel heel erg op deze kleur. Maar ja, maakt niet uit. Nou, mijn nagels zijn af. Yay. Ik doe ze dus altijd zelf, omdat ik het anders een beetje te veel vind. En ik ga nu snel mijn haar feunen. En dan ga ik naar mijn afspraak toe. Ik heb even snel mijn haar gefeund en even simpel dit outfitje aangedaan. Er is ondertussen ook een was klaar. Want ja, voor de vakantie moet je altijd nog heel veel wassen. Dus dat ga ik er even uithalen en dan in de droger doen. En dan ga ik naar mijn afspraak toe. Ik ben helemaal bezweet. Ik heb het hartstikke heet. Ik zal zo meteen dus voor het eerst een keer bij de afspraak filmen. Ik ga het even vragen. Ik weet niet of ik het durf. En ondertussen ga ik dus even mijn sapje drinken. Ik zal straks even wat meer uitleg hierover doen. Maar voor de vakantie vind ik het gewoon heel fijn om een sappenkuurtje te doen. Dus die ga ik nu eventjes opdrinken. Dit is de groene, die is heel lekker. En er zit in komkommer, appel en citroen. Let's go! Zie je nu het goed? Ja! Nou, mijn wimpers zijn gedaan. Zijn weer lekker helemaal vol. En ik ben nu thuis, want ik ga even mijn koffer uit de schuur halen. En dan kunnen we gaan inpakken. Zin in. Nou, dit is onze kelder. En daar is die. Ik hoop niet dat er spullen in zitten. Dat vind ik namelijk wel iets voor mij. Ja, er zitten spullen in. Ik voel het al. Hele zak met kleding.
Ik ga dat eventjes bekijken en dan neem ik het mee naar boven. Nog even een tipje van mij. Ik heb dus deze koffers van Suit Suit. En misschien weet je wel als je deze hebt dat ze heel snel vies worden. Doe een klein beetje aceton op een watje. En je krijgt dit gewoon gelijk in één keer weg. Ik heb net de bovenkant ook al helemaal gedaan. En het lijkt gewoon alsof mijn koffer weer nieuw is. Dus dit is echt een tipje van mij. Heb je van die vieze vlekken hierop? Haal dit dan gelijk eventjes hiermee weg. Want dan lijkt het gewoon alsof je koffer weer helemaal nieuw is. Dus dat ga ik eventjes snel doen. Oké, ik ga eindelijk beginnen met inpakken. Ik gebruik dus deze grote koffer van Suit Suit, want die vind ik heel erg fijn. Er ligt hier dus echt al heel veel kleding. En ik weet, dit is heel veel, maar ik ga bijna 2 weken. En ik leg altijd de dagen naar de vakantie toe. Leg ik alvast wat kleding neer die ik wil hebben voor op vakantie. En dan kan ik kijken of ik het nog moet wassen. Dus nee, ik ga niet alles hiervan meenemen. Anders voelt het altijd heel erg gestrest de laatste dagen en dat wil ik niet. Nou, ik leg altijd mijn koffer gewoon helemaal open. En dan zitten er al een aantal dingen in mijn koffer. Die blijven er ook altijd gewoon in zitten. Dat is namelijk spiegeltje om daar mijn make-up te doen. Een enkel bandje, want die draag ik toch alleen maar op vakantie. En mijn AirTag zit erin. Want als je koffer kwijt is, dan weet je in ieder geval waar die is. Dus dit blijft gewoon altijd in mijn koffer zitten. Maakt niet uit waar ik naartoe ga. Ik ben dus iemand die setjes maakt op mijn telefoon. Dus ik maak er foto's van, zodat ik weet wat er allemaal in mijn koffer zit. En ik in de ochtend alleen hoef te kijken van, oké, dit wil ik aandoen. Maar ik ga het ook eventjes aan jullie laten zien. Dit zijn de bikinis die ik mee ga nemen. Voor bijna elke dag eentje. En ik heb bikinis van Biodelabel, van Shein, van Lovies. Heel veel verschillende websites eigenlijk. Ik heb voor jullie wel een kortingscode van Shein. Geen samenwerking, maar ja, Shein heb ik ook heel veel bikinis van. Bijvoorbeeld ook deze is ook van Shein. En die bikinis ga ik nu allemaal in een zakje doen. Misschien ken je wel van dit soort zakjes. Hier ga ik ze dus allemaal inproppen en dan past het allemaal in mijn koffer. En dat vind ik gewoon heel erg fijn werken. En dan zitten gewoon alle bikinis bij elkaar. En kan ik ze op vakantie in één keer er allemaal uithalen. Dus die ga ik nu in de tasje doen. Nou, en al mijn bikinis zitten dan dus hierin. Helemaal opgepropt. Ik denk dat er wel 14 bikinis in kunnen. En dan gaan we nu over naar de kleding. Dan ga ik nu alle setjes laten zien die ik overdag aan ga doen. En die draag ik dus bijvoorbeeld voor over mijn bikini heen. De linker is van Shein en de rechter is van Lovies. Dan de volgende. Deze is ook van Shein en deze ook. En dan heb ik ook nog deze 2 en deze is van Lovies. En die rechter is ook van Shein. Dan heb ik nog 2 van die gehaakte topjes voor op een spijkerbroekje. Weet nog niet of ik dit overdag of in de avond ga dragen. En ik heb nog zo'n lange zwarte jurk die je over de bikini kan dragen. En een zwarte broek met zebra. Heel leuk. Dan heb ik dit setje nog voor over je bikini voor in de avond. Kan je ook los van elkaar dragen. En nog zo'n hele lange witte jurk ook voor over je bikini. En over een aantal dingen twijfel ik. Dus ik ga nu eerst door naar de kleding voor in de avond. Dan heb ik voor in de avond dit roze setje. Echt heel cute. En deze lange blauwe jurk. Zijn allebei van Shein. En dan heb ik deze 2 hele leuke setjes. Dat topje is van Naked. Echt heel erg leuk. Met dat rokje. En dit setje. Ik weet nog niet of ik dit in de avond of overdag ga doen. Maar ik denk voor in de avond met leuke hakjes. Dan heb ik deze 2 kleurrijke setjes. Echt heel erg leuk. Dan heb ik deze witte jurk. Gewoon met lange mouwen. En dan heb ik ook nog dit setje. En dit hele leuke rokje is ook van Lovies. Met dit topje van Shein. Dan heb ik deze hele mooie set. Met een strakke rok en een topje. Mijn favoriete spijkerplaysuitje van de Zara. Een linnen broek, want die kan niet ontbreken. En ik denk dus dat ik daar dit roze topje erop ga doen. Deze is van Lovies. Dit hoort dan om je nek. En dit is dan meer een bandeau top. Kan je niet echt heel goed zien. Dan dit setje waar ik een beetje over twijfel. Dit is namelijk een lange broek. Maar ik dacht misschien wel fijn voor een dag met dit groene topje. Broek is van de Zara, topje van de Bershka. En dan heb ik gewoon nog een simpel zwart jurkje. Deze is heel leuk. Die is van Lovies. Oké, mijn koffer zit eigenlijk nu wel echt heel vol. Er passen echt nog een paar dingetjes bij. Maar ik twijfel dus nog een beetje. Ik twijfel namelijk over deze. Dat is een soort bruin jurkje. Maar ik heb ook nog dit groene setje van de Zara. Maar dit zijn wel dikkere items. Dus daar twijfel ik nog een beetje over. Dus ik ga nog heel even kijken wat ik erbij ga doen. Zo ziet hij er namelijk uit. Ik heb even het sporttopje er nog wel onder. Op zich is dit wel leuk voor vakantie. Ik denk dat ik hem gewoon meeneem. Hij is toch heel dun. Dan neem ik dit leuke pyjamaatje mee. Deze van Primark. Echt super zacht.
En lekker om mee te slapen. Oké, dit zijn dus eigenlijk de schoenen die ik mee wil nemen. Echt zo overdreven, ik weet het. Waterschoentjes. Dit zijn gewoon hele simpele Aviana's. Dus gewoon voor op het strand. En dit wil ik dus eigenlijk voor bij de outfits. Ik heb deze hakjes. Die zijn niet zo hoog. Die zijn van Shein heel fijn. Deze draag ik heel veel. Ik weet het gewoon niet. En ik heb dus ook deze hakken van de Zara. En die vind ik ook wel heel erg leuk. Ook al is het maar voor één avond. En eigenlijk wil ik dus ook mijn cowboy boots aan. Het is echt heel erg. Oké, ik heb ook nog maar een klein koffertje mee. En ik ga dus al die schoenen hierin proppen. En dan doe ik hem heel snel dicht. Zodat mijn vriend het niet kan zien. Want die gaat dit echt belachelijk vinden als hij ziet dat ik dit allemaal heb meegenomen. Dus dan doe ik hem heel snel dicht. En dan zie je er helemaal niks meer van. Dit zijn de tasjes die ik mee ga nemen. Deze is dus van AliExpress. Daar heb ik een TikTok over gemaakt. Van de Zara, van Jacquemus en van ook de Zara. Hele leuke tasjes. En dit is mijn strandtas, maar die gebruik ik altijd als handbagage. Deze handdoek neem ik mee. En die doe ik dus altijd in zo'n slaapzakzakje, zodat die lekker klein is. Ik neem even een kleine pauze van mijn koffer inpakken. En ik ga even lekker een sapje drinken op het balkon. Want het is volgens mij ook echt iets van 25 graden. Dus lekker warm. En vanavond komt er een vriendinnetje. Dus ik moet wel even een beetje opschieten. Maar ik ga eerst even lekker dit sapje drinken. En dit is de orange. En waarom ik dit doe, ik zal het straks nog wat beter uitleggen, is gewoon om mijn lichaam helemaal te reinigen. En je valt ook nog wat af voor de vakantie, dus. En ik heb heel veel minder trek, dus dat is ook heel chill. Dan heb ik hier mijn ondergoed in zitten, vind ik ook altijd een heel fijn zakje. En dan heb ik nog BH'tjes en deze topjes. Hierin zit dus een soort vullinkje. Dus het is eigenlijk een soort BH'tje. Deze zijn van de Primark. Echt een aanrader. Dit doe ik dan in die voorste vakken. Zodat je dit heel makkelijk eruit kan halen. En dan nu alleen nog even mijn sokken erbij doen. Dit is de zonnebrand die ik mee ga nemen. En dat doe ik allemaal in deze zak. En deze lipbalsem doe ik er nog in. Want deze is ook SPF 30. Dan heb ik dit superleuke toilettasje. En hier ga ik allemaal toiletspullen in doen. Alleen heel veel kan ik er nog niet in doen omdat ik dat nog morgen ga gebruiken. Maar ik heb in ieder geval droog shampoo en conditioner en tandpasta, een beetje dat soort dingen. Watjes. En hierin, dit is zo'n babypoedertoren, daar heb ik poeder in gedaan voor in mijn kwark als ik daar wil ontbijten. En ik neem dus mijn eigen kussensloop mee, dit is zo'n satijnen kussensloop. Misschien heel overdreven, maar dit werkt heel goed voor mijn haar en voor mijn huid. Dus die neem ik ook mee. Ik ga nu al mijn sieraden in deze zak doen. En ik doe het dus altijd in van die kleine doosjes. Zodat ze niet door elkaar gaan. En je ze makkelijk op vakantie uit elkaar kan halen. Alles van mijn koffer is bijna ingepakt. En een vriendinnetje van mij komt ook straks. Dus ja, er moeten echt nog de allerlaatste dingetjes in. Maar dat lukt ook niet als ik morgen ook nog een dag heb. Dus dat ga ik er gewoon morgen bij doen. Maar het grootste deel heb ik ingepakt. Dus ik hoop ook dat jullie dit leuk vinden om te zien. En ik ga nu ondertussen weer een sapje drinken. Maar ik ga ook mijn make-up doen. En ik dacht, dan kan ik ondertussen eventjes uitleggen. Over vakantie, maar ook over de sapjes en dat soort dingen. Dus ik ga even proberen twee dingen tegelijk te doen. Vinden jullie niet dat mijn huid echt zoveel beter is geworden? Ik weet niet of mensen weten hoe het er eerst uitzag. Maar mijn huid is echt heel goed geworden. En zoals je kan zien heeft die bruiningsdrops hier het wel een beetje gepakt. Maar het pakt nooit heel erg op mijn hele huid. Dus dat is een beetje jammer. Maar niet heel erg hoor. Als eerst doe ik even een cremetje op van Bobbi Brown. En waarom ik dus een sappenkuur doe. Want ik denk dat ik daar wel vragen over krijg. Ik heb de sappenkuur opgestuurd gekregen. Ik heb er niet betaald voor gekregen, maar ik heb ze wel opgestuurd gekregen. En ik heb het dus ooit ook al een keer eerder gedaan. En wat ik gewoon heel erg fijn vind, is dat ik merk dat mijn lichaam gewoon echt eventjes helemaal gereinigd wordt. En op vakantie ga je natuurlijk best wel, heb ik dan altijd, best wel veel shit eten. En hier zorg je er dus echt voor dat je trek is echt minder. Ook zeker naar zoetigheid, want ik heb altijd heel erg cravings naar zoet. En dat is dan echt een beetje weg, dus dat is heel fijn. En je valt toch nog ook wel eventjes een beetje af. Dus dat is ook top. En ik vind dus ook dat het je huid mooier maakt. Dat het gewoon even... Al die afvalstoffen en zo gaan er natuurlijk ook allemaal uit. Dus dat is echt top. Ik heb voor jullie ook een kortingscode waardoor ik ook weer korting krijg. Dus dat is echt super chill. Die zal ik in beeld zetten. En dan kan je het misschien ook een keer proberen. Stel je bent geïnteresseerd.
Ik doe dus nu 3 dagen. Maar je kan dus ook een week doen, 2 weken. Je kan 1 dag doen. En op de site staat ook gewoon alles uitgelegd. Maar ik vind 1 dag vind ik te weinig. Een week vind ik te veel. Dus 3 dagen is eigenlijk echt perfect. Dus daarom eigenlijk. En zometeen komt dus een vriendinnetje naar mij toe. En we zouden dus eigenlijk samen gaan eten. Ja, dat kan nu niet. Maar ik ga wel even voor haar koken. Want mijn vriend die wil natuurlijk ook gewoon vanavond lekker wat eten. En daarna heeft hij iets geregeld wat we samen gaan doen. Of waar hij voor was uitgenodigd. Dus dat is ook heel leuk. En ik vind het dus heerlijk om nu in de vakantie gewoon lekker even alleen thuis te zijn. Want ja, mijn vriend moet gewoon werken. En ik heb zoveel vakantie. En dan is het gewoon heerlijk om eventjes thuis gewoon rustig aan te kunnen doen. En lekker alleen te kunnen zijn. Dus daar ben ik echt heel blij mee. En daardoor had ik dus vandaag ook gewoon lekker de hele dag om mijn koffer in te pakken. En mijn nagels te doen. Ik heb mijn teennagels gedaan. Ik heb mijn handen gedaan. Ik heb mijn wimpers gedaan. Ik heb haar gewassen. Dus helemaal top. En we gaan dus naar Gran Canaria. Daar zijn we dus nog nooit geweest. Maar als jullie dus nog tips hebben. Want deze video komt online als wij daar zijn. Heel graag. Want wij weten het ook niet. Oh ja, en over die sapjes kun je dus elke keer andere. Je hebt 4, 5 verschillende soorten. En ik vind ze dus allemaal lekker. En ik ben best wel lastig qua eten en drinken. Dus het is niet. Je kan ook volgens mij nog kiezen als je er eentje niet wil. Dat je denkt, nou die wil ik er niet bij hebben. Dan kan je dat volgens mij aangeven. Maar ik ga dus nu even mijn make-up doen voor vanavond. En ik wil dus eigenlijk ook een leuk outfitje aan. Maar daar moet ik nog eventjes naar kijken. Ik heb nu wel heel basic. Dus ik ga even mijn make-up afmaken en dan zien jullie mij zo meteen weer. Denise is bij mij en we hebben net lekker op het balkon hebben zij gegeten. Ik ga zo nog even sapje nemen. En ik heb een pakketje van Lovies. Ik dacht ik film die gelijk eventjes. Ja. Kijk, dus zijn we lekker net sushi gegeten. Ik zielig mijn sapje drinken. Oké, maar ik ga even mijn pakketje openmaken. Het is perfect. Maar je ziet wel jou ook, hè? Ja. Okay. Niet er tegenaan duwen. Doe eng. Dit heb ik zelf besteld voor de verandering. Want ik kan al niet genoeg spullen. Ik heb nog een bikini. Nee. Maar ik vond deze er zo leuk uitzien. Ik denk dat jij hem echt vreselijk lelijk gaat vinden, maar dat maakt niet uit. Kijk deze. Van de nieuwe collectie. Vind je dit mooi? Ja. Nee, even eerder. Maar deze is wel vulling. Ja, beloof iets altijd. Dat is chill. Kleine hebben we gewoon mee. Leuk toch? Heel mooi. Deze en dan de achterkant is dus blauw. Vind je deze echt leuk? Ja, heel mooi. Nou, ik geloof het niet. En deze. Maar dan kan je dus ook zonder bandjes dragen. Dan heb je ook niet zo'n tanline. En nog een jurkje. Oké, ik vond deze er zo leuk uitzien. Heel leuk. Leuk, hè? Ja. Zo, wat een geur. Nou, deze. Zo, chemisch. Heel leuk deze. Is wel heel leuk. Ja, is wel echt heel leuk. Kijk dan. Heel mooi. En voor de gratis verzending had ik er nog maar even oorbellen bij. Is het goud nu? Ja, alles goud. Leuk. Jij nog wel zilver? Ja. Kijk. Heel leuk. Gewoon deze. Kijk. Doei Dan! Wij zitten in de auto. Want we gaan onderweg naar mijn verrassing. Of kan je nu vertellen wat we gaan doen? Ik heb even een spijkerjurkje aangedaan met deze tas. En waar is jouw shirt van? Is dit die nieuwe van de Jack & Jones? Nee. Dit is een oude van de Sting. Oh, pas op hè. Dus wij gaan nu onderweg. Het begint om 9 uur. Ik ben mijn horloge vergeten om te doen. En dan ga ik morgen mijn spulletjes even afmaken. Ik dacht ik ga het alleen vandaag filmen. Maar ik film morgen ook nog wel even erbij. Maar heel kort. En dan ga ik hem morgen gelijk editen. Zodat hij online kan. En ondertussen ga ik even dit sapje drinken. Ginger. Nou, wij zijn aangekomen bij de verrassing. Het podium. We zitten helemaal voorin. Foto moeten maken. Nou, wij zijn weer terug. En het was dus, ja, eigenlijk een klant van jou
Ja. Die een danseres is in een soort goochelshow in Duinrell. Echt een aanrader om naartoe te gaan. Was echt heel erg leuk. Het is eigenlijk voor kinderen. Maar wij vonden het ook gewoon heel erg leuk om te zien. Dus ik denk dat voor alle kinderen, publiek. Ja, voor al het publiek. Als jij iets in de een keertje wat anders wil doen en je wil wat kijken. Ja, heel erg leuk. Was heel erg leuk. Ja. Dus gewoon met dansen en gewoon goocheltrucs. En ja, heel leuk. En gewoon in Duinrell. Ja, gewoon lekker binnen. Aanrader. Ja, binnen. Ja. En wij gaan nu weer lekker naar huis. En dan ga ik morgen weer filmen. En ik heb net nog mijn sappie op. Die weer tot morgen wachten. Good morning, het is de volgende dag. Ik heb echt zo lekker geslapen. En het was gisteravond echt heel erg leuk. Volgens mij had ik verteld, maar we gingen dus naar een soort goochelshow. En eigenlijk doe je dus dat soort dingen nooit. Maar ik vond het dus echt heel erg leuk. Ook heel erg leuk dat mijn vriend dat had uitgekozen. En ik ga dus even mijn wenkbrauwen verven voor vakantie. Want ik doe dat dus altijd. Het blijft bij mij niet heel lang zitten. Maar ik dacht, misschien vind je het leuk om te zien hoe ik dat doe. En ik hoop sowieso dat jullie dit soort video's leuk vinden. Ik gebruik deze dus van het Reflectorseal in de kleur 3. En dit om het aan te maken. Heel belangrijk. Ik doe er dus een laagje vaseline omheen. Want anders krijg ik altijd hele erge vlekken. En dat wil ik natuurlijk niet. En ja, ik doe het aan het begin heel donker. Omdat het best wel snel eraf gaat. En ik ga het niet meenemen op vakantie. En zoals jullie zien heb ik best wel, nou, niet blond, maar ik heb wel lichte wenkbrauwen. En mijn haartjes zijn dus ook, het is niet dat ik een hele volle wenkbrauw heb. Dat komt ook wel omdat ik ze zelf best wel vaak knip. Nou, de wenkbrauwen zitten erop. Mooi. Nu ga ik dit heel lang laten intrekken. Zodat er straks ook nog wat op zit. En ik hoop eigenlijk de hele eerste week van de vakantie. Dat is misschien wel een beetje fanatiek, maar ik hoop het. Nou, dit is dus nu het eindresultaat. Heel donker, maar dit wordt dus nog minder. Ik was de video aan het editen en hij is echt al best wel lang. En al mijn spullen zijn ingepakt. Morgen gaan wij lekker op vakantie. En ja, deze video komt online als wij er al 2 dagen zijn. Dus als jullie nog tips hebben, laat het zeker weten. Heel erg bedankt als je tot nu toe hebt gekeken. Zou ik het heel erg leuk vinden als je een rood hartje achterlaat. En dan hoop ik je heel snel weer te zien bij een nieuwe video. Doei doei!